dus van de eerste lichting. Of weet je dat recht? De eerste lichting, toch? Amsterdam, hoor. Ben je leven in Noordje? Geboren en getogen. Gok op school in Amsterdam, hoor. Ik doe nog steeds voortgezet onderwijs. Zit VWO 5 nu, natuurtechniek. Ik wil volgend jaar dus ga inschrijven voor geneeskunde. Ja, ik weet het niet precies. Toegepaste wiskunde, toegepaste chemie, technische natuurkunde. Het zijn allemaal dingen die me aanspreken, maar ja. Kijk, misschien hoor ik dat niet te zeggen, maar... Een huisarts, ja, maar je komt met een kwaaltje en je krijgt je medicijn, toch? En, maar wat als een huisarts het niet weet? Dan verwijst hij door naar het ziekenhuis. Want als de specialist in het ziekenhuis het ook niet weet... Dan kom je dus bij de internist terecht. En ja, dat is, lijkt me dus iets voor mij. En ja, je moet al over studeren, dat weet ik wel. Ik zal denk ik 36 zijn als ik klaar ben. Maar ja, het is het waard denk ik. Ja, ik zit zelf in het alumniraad, dus ja, sowieso, je ziet elkaar heel regelmatig. Toen we bezig waren voor de terugkomdag, zagen we elkaar om de week. Sowieso op zondag en sowieso daarbuiten nog. Afspraken maken, vergaderen. Het meest belangrijke is, het ook het meest fijne ervan is, gewoon dat mensen ervaringen en kennis met elkaar kunnen delen. Dat is het meest belangrijke, vind ik. Het is gewoon, ja, dus net met dat met het alumniraad, dat ik gewoon mensen ken die dan geneeskunde doen. Gewoon zoiets, maar dan veel groter natuurlijk, voor alle oud-leerlingen van de weekendschool. We gingen een keer naar Brussel, met alle vestigingsraden van de weekendschool. Inclusief Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en al die andere steden. Ik zie het al met mijn hoofd. Dus ja, dan heb ik ze allemaal ontmoet. Ook allemaal oud-leerlingen die in de vestigingsraad zitten. Een van de leuke dingen ook van de alumniraad is ook dat je veel reist en zo. Brussel, kun je naar een webdesignbedrijf in Utrecht. En kijk, als er weer iets groots wordt georganiseerd, als het landelijk terugkomdag, dan ja, dan één keer weer elkaar weer even zien ergens. Buiten Amsterdam. Het liefst zelfs veel buiten Amsterdam, dat is altijd leuk.